Onder deze brug vind je een paradijselijk stukje Amsterdam. Weg van de toeristen en drukte kom je hier echt tot rust. De pakhuizen op de westelijke eilanden zijn stille getuigen van een rijke geschiedenis. Als je rondloopt voel je de vrede en de rust. Ja, je hebt er ook heel mooie en lieve straatnamen zoals de Minimoerstraat of Prinsen Eiland. Wat dacht je van de Galgstraat? Het is gezellig zijn in die geschiedenis. Nou, dan gaan we kijken wat we aan de hand hebben dan. Hey, wat leuk dat je kijkt. Ik ben Vlogger en ik maak films over de geschiedenis van Amsterdam en haar straten. Ben je nieuw? Zorg ervoor dat je dan abonneert op dit kanaal. Dat helpt mij en het kanaal heel erg, maar zorgt er ook voor dat je bij toekomstige video's precies weet wanneer ze online komen. Vandaag gaan we het hebben over Noord, en in het specifiek over de galgen in Noord. Want hoe zat het daar eigenlijk mee? Naast de Galgstraat kun je ook een galgenbrug vinden. Op een kaart van Amsterdam uit de 1737 vind je ze allebei. Wacht eens even, is hij nou op zijn kop? Ah, dat is beter. Maar wat is hier aan de hand? Zijn hier mensen opgehangen? Nee, niet precies. Maar vanaf de straat en brug had je wel een prachtig uitzicht op het galgenveld aan de overkant van het IJ. En tegenwoordig ja, kun je niet echt meer kijken naar Noord, want er staat een gebouw voor. Een galgenveld dus. Aan de andere kant van het water in Noord worden misdadigers opgehangen die op de Dam zijn geëxecuteerd. Dit gebeurde een paar keer per jaar en ze hingen daar als gruwelijk exempel en moesten door de vogelen gegeten en door de lucht verteerd worden. En wat nog meer? Ze stonden daar op de Volenwijk, afgeleid van Vogelenwijk, van alle vogels die afkwamen op die kadaver die daar in de lucht gingen te hangen. En ja, dat galgenveld dat bevond zich wel op een heel prominente plek. Voor schepen die konden het niet missen en ook als je gewoon aan de overkant van Amsterdam stond, waar nu het Centraal Station is, ja, dan kon je gewoon heel makkelijk dat galgenveld spotten. En waarom nou op zo'n prominente plek in de stad? Nou, dat heeft alles te maken met de law and order. De veiligheid en justitie. Of was het toch justitie en veiligheid? Het galgenveld liet zien dat de stad zijn veiligheid serieus nam. Dat het zijn recht serieus nam. En het stond ook symbool voor de juridische autonomie van een stad. En daarom moest het altijd prominent in beeld. Maar als je nou op de oude kaarten kijkt, dan wordt er toch vaak net ergens in een hoekje toch een galgenveld afgebeeld. Om te laten zien, daar zijn we dus mee bezig. Ook in andere kaarten. Neem bijvoorbeeld Nieuw Amsterdam. De kaart, prachtige kaart van Young Finbones. Beetje koddig Nederlands gebeuren. En wat staat er prominent op de voorgrond? Een galgenveld. En om te zien wat daar nog van over is, moeten we even het pontje naar Noord nemen. Gelukkig heb ik wel mijn mondkapje bij me. Ja. Kijk. En wie waren dan die aan de galgen eindigden? Het was niet echt een wetboek van strafrecht, maar je had wel een groep schepen die bepaalden wat de strafmaat was. En ja, wanneer iemand de doodstraf verdiende, nou ja, dat was gewoon bepaald op gevoel. En uiteindelijk zie je de rijken die kunnen een straf kopen, dus uiteindelijk zijn het vooral de armen. Vissers die hier op het schavot eindigen. Aan het begin van de 17e eeuw wordt er een stenen put met hoge zuilen en leeuwenkoppen op het galgenveld gebouwd. Wat extra cachet, zullen we maar zeggen. De lichaamsdelen van ontbindende lichamen vielen na verloop van tijd in de put. Dit is een proces dat wel jaren kon duren. Best wel een macabere plek dus, niet een plek waar je graag wil vertoeven. En toch is het zo dat hier in 1662 een herberg komt, het Tolhuis. Genoemd naar de tol die je voor het pontje moet betalen.
Het is voornamelijk ingericht voor mensen die te laat komen en niet meer naar Amsterdam kunnen omdat de stadsmuren al dicht zijn. Dan zit je hier dus in het hele niks, want Noord bestaat nog niet. Er is helemaal niks hier, alleen een tolhuis plus ja, het galgenveld met een paar hangende lijken op 150 meter afstand. Gezellig. En toch is het zo dat het tolhuis hartstikke populair is. Niet alleen voor reizigers die hier blijven, maar ook voor Amsterdammers die graag een uitje maken. Ja, een uitje naar het galgenveld is eigenlijk een van de meest populaire uitjes die je kunt maken. En ook nog eens hartstikke educatief voor de kinderen. Het gaat zelfs zo voor de wind dat in 1772 er een uitbreiding wordt gebouwd. Een extra theehuis. Want ja, als je lijken hebt lopen kijken, dan wil je toch een kopje koffie in afloop. Een goed voorbeeld van een bekend iemand die hier hing, was de Deense dienstmeid Elsje Christiansen. Zij kwam naar Amsterdam om hier te werken. In een conflict met haar huurbazin, ja, die sloeg ze haar de hersens in met een bel. Ja, kan gebeuren. En dat volledige vonnis heb ik even voor jullie opgepakt. Haar vonnis luidde aan een paal geworgd worden dat de dood ernaar volgt. En met dezelfde bel waarmee ze de vrouw te dood heeft gebracht, enige slagen door de scherprechter op haar hoofd verslagen. Nou, ik heb niet zoveel verstand van lijfstraffen, maar het lijkt me net een beetje dubbel op. Haar lichaam wordt vervolgens naar de Folenwijk gebracht, waar ze opgehangen wordt samen met de bel. En laten we nou net de geluk hebben dat onze grote vriend Rembrandt ook wel eens naar het galgenveld ging en een prachtige schets heeft gemaakt van onze Elsje. De Rembrandt-connectie is ook een reden waarom Elsje ook een echte brug heeft gekregen in Amsterdam. Zij is een van twee misdadigers die geëerd wordt in ons straatbeeld. De zon is een beetje tegen en we kunnen er niet bij komen, maar Daro, dat is hem. De Elsje Christiansbrug. Je kunt als misdadiger ook te bond maken in de 17e eeuw. Dan is zelfs de eer van het galgenveld te hoog. Dat zijn natuurlijk de sodomieten, homoseksuelen. Die worden met een kei aan zijn voeten in het ei geworpen om daar ja, door de vissen opgegeten te worden. Want ja, jongens en meisjes, het is één ding om je eigen baby te verdrinken, maar mannenliefde? En toen was het opeens klaar. In 1795 krijgen we na de inval van Frankrijk de Bataafse Republiek in ons land. De nieuwe machthebbers vinden dat het galgenveld de menselijke waardigheid tot een hoogst mogelijke trap van vernedering brengt. Ook executies moeten, rationeel, waardig en verlicht. Met de guillotine dus. En die galgenput, daar wordt wat zand overheen gegooid. Het galgenveld wordt ontruimd, maar het tolhuis blijft onverminderd populair. Zelfs zo dat in 1859 de gemeente Amsterdam besluit tot de bouw van een nieuw pand. Om het uitgaanslustige Amsterdam momenten van aangename verpozing te bieden. Bijzonder populair wordt ook het uitje op het moment dat het Centraal Station wordt gebouwd. Vanaf Noord kijken naar het prachtige station betekent dat soms wel 3000 mensen per dag de pont nemen aan de overkant om te genieten van het aanzicht. En in het tolhuis, daar komen optredens en toneel, dans, muziek, van alles en nog wat. Een enorme populaire plek. Dit vertier en plezier in de tuin van het tolhuis zien we ook terug in het hedendaagse Tolhuistuin. Ooit gebouwd als de kantine van Shell. Tegenwoordig kun je er optredens zien en eten en drinken en borrelen, noem maar op. Dus het vertier en plezier is er nog steeds. Alleen het is tegenwoordig net een andere invulling dan hoe het origineel bedoeld was. Als er in de 19e eeuw gebouwd wordt door onder andere de voorloper van Shell, dan komen er ook een hele hoop beenderen op boven de grond. Want ja, die galgenput die was gewoon afgedekt. Die was niet opgegraven verder. Dus wie weet wat er nu nog onder de grond ligt. Nu zal er niet zo snel een opgraving komen onder de Adamtoren. Maar je zou ook eens kunnen kijken bij Shelter. Bij deze nachtclub is er in ieder geval een lijkenbal. Zo, nu weet je alles van Vogelenwijk, van Noord en ook van hoe misdadigers tentoon werden gesteld. Ik denk dat ik nooit meer hetzelfde naar de Adamtoren kan kijken. Maar ja, meer kennis is beter, denk ik.